Maar de initiatieven moeten eigenlijk van buitenaf komen en daarmee verbinden wij, proberen we dingen mogelijk te maken. Zo zie ik de rol van de gemeente. Je hebt niet zomaar iets van vandaag een idee en morgen is het uitgevoerd. Ja. Je moet ook met de gemeentes om tafel. Daar gaan een aantal jaren overheen voordat dat rond is, dat er geregeld is, iets op papier staan. Hè? Want gemeentes willen dingen op papier staan. Hè? Die zeggen niet zomaar iets toe aan iemand. Mm-hmm. Dat gaat niet meer. Anno 2019. Ja, dat is op zich wel een terecht punt. Gemeentes zijn niet gewend, helaas niet meer gewend, om lokaal met de agrarische sector samen te werken op deze manier. Dat heeft te maken met het verleden, met de groei van de veehouderij en allerlei problemen. En daarnaast zien de gemeentes gigagrote energie- en klimaatambities op zich afkomen. En die denken, ja, dit is allemaal maar gerommel in de marge. Daar moeten we proberen doorheen te komen, omdat toch, want we zitten hier toch wel in een agrarisch buitengebied. Dus we hebben hier heel veel biomassa, heel veel ruimte. Dus je moet het juist samen met die lokale agrarische sector gaan doen en de lokale natuur- en terreinbeheerende organisaties. Hoe maak jij dan het verschil in die wereld? Ja, ik denk door er zelf in te geloven. En als je er echt zelf in gelooft en je gaat ervoor, dan lukt het. Hoe zou je de rol van de gemeente beschrijven? Wij faciliteren. Wij maken dingen mogelijk. Wij willen ondersteunen. Nou, ze maken het de boeren niet echt makkelijk om een boer te blijven in Nederland. Heel veel wet en regels krijg je om je oren en toch blijven staan en blijven overeind en positiever ervan inzien. En dit initiatief laat maar weer zien, ja, als je lange adem hebt, waar je dan toch kunt komen. Nee, maar meestal is het zo, kijk, als je als eenling of als boer daar binnenkomt, dan ben je maar één persoon en dat werkt niet. Dus de gemeente Gielsrijen die zei ook wel, als jullie met een groep zijn en een coöperatie vormen, kijk, dan zijn jullie voor ons een partij om zoiets mee te doen. En wat levert de gemeente op? In eerste instantie de korte termijn. Dat ze al voor hun snoeiafval minder kosten hoeft af te maken voor de afvoer van hun snoeiafval. De gemeente is nu ook met de energietransitie bezig. Heeft nu ook een mooi project waarin gemeentelijk al kunnen aantonen dat hun al energie- en klimaatprestaties leveren. Op deze manier zoals we aan het werken zijn en we kunnen samenwerken met de lokale energiecoöperatie bewerkstelligen, dan hebben wij ook de burgers. De verbinding met de burgers en ja, wellicht met zonnepanelen op daken leggen en dergelijke, ja, breng je zo toch wel een beweging tot stand. Ja, want de gemeente is gewoon een hele belangrijke partij. Ze hebben mij enthousiast gemaakt en daardoor heb ik eigenlijk zoiets van dit ga ik doorzetten, dit ga ik doorpakken. Niet meteen, hè, wij zijn daar geen 36 uur mee bezig, dat gaat niet. Door toch een stukje vasthoudendheid van de coöperatie. En op een gegeven moment gaat het, oké, nu gaan we het ook gewoon doen. De wereld om ons heen die is veel verder dan wij, zeg ik wel eens. Hè. Als we innovatief willen zijn, dit komt niet van ons uit. Maar als je oren en ogen hebt voor de buitenwereld, dan komt dat vanzelf naar je toe. Mm-hmm. En daar moet je wel open voor staan.